Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto van vanochtend zien we dat er weinig bewolking was in onze omgeving. We zien wat wolken over Polen wegtrekken en veel bewolking boven de Britse eilanden. Maar die wolken boven de Britse eilanden, die bereiken ons voorlopig nog even niet. Kijken we naar de windsnelheid op grotere hoogte, dat zijn die groene gebieden, dat is de straalstroom. En dan zien we dat die langzaam onze kant op komt. Dat is morgen in de loop van de dag. En dat is interessant, want op die hoogte waait de wind dus hard, zoals ik al zei. En je kunt globaal dan ongeveer de lijn trekken dat de wind zo trekt. En aan de ene zijde is de lucht warm en aan de andere zijde is de lucht koud. En die koude zijde, dat is de Britse eilanden op dit kaartje. En die koudere lucht zien we dus langzaam onze kant op komen. In de loop van dinsdag komt die koudere lucht onze kant op. En daarna zien we dat we ons woensdag geheel aan de koude zijde van de straalstroom bevinden. En dat de warme lucht wel enigszins verdreven is, maar toch ook nog wel redelijk dichtbij ligt, namelijk in het midden van Frankrijk. Temperatuur gaan de komende dagen dus naar beneden, maar morgen eerst nog even omhoog. Daar kom ik zo verder op terug. Als we naar de weersituatie van vanmiddag kijken, dan zien we dat we te maken hadden met veel stapelwolking. Die wolken lossen vanavond geleidelijk weer op en dan hebben we nog een vrij zonnige avond. Temperaturen dalen tot rond 20 graden halverwege de avond en in de nacht koelt het af naar 14 tot 17 graden. Ook dan is het nog steeds vrij helder. De wind waaide vandaag uit het westen, maar komende nacht dan draait hij naar het zuidoosten. Dan voert hij tijdelijk warme lucht aan. Daardoor gaat de temperatuur morgen fors omhoog. Het wordt 25 tot 29, misschien lokaal 30 graden. Die hoogste temperatuur hebben we aan het begin van de middag. Er zijn stapelwolken, de zon schijnt ook geregeld. En die stapelbewolking die groeit in de middag uit tot buien. Dat kunnen stevige buien zijn met kans op hagel en onweer. De wind gaat dan weer draaien van zuidoost naar zuidwest en dan komt die koelere lucht vanuit het westen erin en dan wordt in de avonduren de warme lucht alweer verdreven. Kort bezoekje dus van de warme lucht. En als die koelere lucht ons land dan eenmaal binnenstroomt, dan hebben we woensdag temperaturen van 18 tot 20 graden, donderdag 17 tot 19 graden, dus onder normaal. En daarbij waait het aan zee stevig met windkracht 5 à 6, misschien zelfs af en toe windkracht 7. Vallen ook buien, maar die hebben niet de overhand. De zon schijnt ook van tijd tot tijd. En op de meeste plaatsen overheerst dus het droge weer en valt hooguit een enkele bui. Vrijdag lijkt de temperatuur weer wat te herstellen. In ieder geval krijgen we dan weer zonnig weer en zijn de buien weg. Kijken we naar de langere termijn, dan zien we heel duidelijk de dip van dinsdag naar woensdag en donderdag. En daarna zien we de boel weer enigszins herstellen. En voor de langere termijn zitten we dan meestal tussen de 20 en 25 graden. En er zou af en toe een positieve uitschieter naar boven bij kunnen zitten. Het hete tropische weer van de afgelopen dagen keert voorlopig echter niet terug. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza. En ik wens u nog veel plezier morgen met het warme weer. En later op de dag dus de buien.